De grote Parijs-Dakar rally is net afgelopen. Twee handstudenten en een team staan op het punt om mee te doen aan de Amsterdam Dakar Challenge. Frank, wat houdt deze challenge in? Nou, challenge is eigenlijk, je koopt een auto van 500 euro. Er zit ietsjes rek in, maar 500 euro, 250 euro in onderdelen. En je gaat met z'n tweeën erin zitten en je gaat naar Dakar toe. De auto's die wij dus hier allemaal hebben, komen op een veiling te staan. En alles wat het opbrengt gaat naar het goede doel. Wat hebben jullie allemaal moeten leren in de voorbereiding voor deze rally? Nou, eigenlijk een heleboel. Organisatorisch is het echt een heleboel werk. Je moet sponsors werven, we moeten vergaderen. We hebben een EHBO-cursus hebben georganiseerd. Je moet de auto, moet je woestijnproef maken, noem maar op. Er zit eigenlijk best wel veel voorbereidingen. Nooit aan zoiets als dit meegedaan. Wel een beetje autocross, maar niet echt zand in. Dus. En wat verwachten jullie dat er gaat gebeuren zo onderweg? Ja, natuurlijk in één keer zonder problemen heen rijden. Een hoop ellende. Lekker banden, pech onderweg, veel politieagenten die je moet omkopen. Ja, vooral veel genieten. Ja, we hebben nog 2 weken en we hebben de auto's vandaag ingeladen. En het ziet er allemaal goed uit. Dus volgens mij zijn we klaar voor vertrek.